Mijn naam is Stijn Kosterman. Mensen kennen me ook wel als Steen, rapper Steen. Maar naast dat ik rapper ben, ben ik ook kunstenaar en sneakerhead. Sneakerfascinatie begint al, is bij mij eigenlijk heel vroeg al begonnen. Ik heb voornamelijk nog wel Nike, maar ik heb ook veel andere merken. Het is niet meer dat ik per se alleen maar Nike wil. Of dat, ja, ik vind andere schoenen kan ik ook heel erg waarderen. Zeker als je een keer een andere schoen hebt uitgeprobeerd, gaat er eigenlijk een wereld voor je open. Voor mij lopen Nike Air Max'en nog echt wel gewoon echt heerlijk, weet je. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik die nooit meer zal dragen. Ik zie wel dat ik bijvoorbeeld switch al wel in dat ik meer nette schoenen ook ben gaan waarderen en zo. Sneakers zijn, dat hoort bij een levensstijl en bij gewoon wat je uitstraalt, weet je wat. Vroeger was dat heel belangrijk bij wat voor groep je hoort en zo. Mij maakte dat toen al niet zo heel veel uit. Dus ik luisterde gabber muziek, maar ik deed ook aan skateboarden. Dus mij zag je gewoon op Air Max'en zag je me een kickflip doen, weet je wel. Dan zaten mensen van, what the fuck, hij heeft geen skateschoenen aan. Ja, boeien, ik vind deze gewoon vet en dan trapte ik ze gewoon helemaal af, weet je wel. Het snelle en het gevaarlijke, dat spreekt mij heel erg aan sneakers in het algemeen. En Air Max heeft dat heel erg, dat linken of zo. Ik zou altijd wel sneakers en schoenen blijven dragen. Ik denk dat dat wel voor altijd blijft, maar dan ben ik er liever origineel in. Mensen vragen wel eens, kan ik die niet van je overkopen? Terwijl het een sneaker is die ik zelf eigenlijk nooit één keer in het jaar aandoe of zo, wil ik hem wel nog steeds één keer in het jaar aan kunnen doen, weet je. Ja, dus ik vind het belangrijk dat ze mooi zijn en soms exclusief of zo, maar ik ga ze wel gewoon oplopen en ik ga er wel gewoon hekken mee overklimmen en mee graffitiën en zo.